dat is de snelheid op de Teylingerlaan. We hebben daar in het verleden over gesproken en er zijn na heel veel wikken en wegen zijn er bloembakken geplaatst die een rem zouden moeten vormen voor het verkeer. Een van de redenen om geen verkeersdrempels te leggen, maar bloembakken te plaatsen, was toen dat de bus hier over de Teylingerlaan reed. De bloembakken die voldoen niet echt. Er zijn motorrijders die volgens mij het juist heel leuk vinden om te kijken hoe snel ze door de bloembakken heen kunnen komen. En de snelheid op de Teylingerlaan is definitief te hoog. Ik denk dat we er opnieuw moeten over nadenken over hoe we dit veiliger kunnen krijgen. Het blad opruimen, daar gaat het bij, omdat het een beetje netjes blijft hier. En de tegels die allemaal scheef hangen. Dus ik zou graag willen dat ze met blowers komen en dan met een veemachine. Dan kunnen ze dat allemaal weghalen en dan heb je minder last van dat spul.